We gaan naar het wielrennen. Dit weekende wordt in Geulen gereden om de nationale kampioenschappen op de weg. Vandaag was het de dag van de dames en van de amateurs. En omdat we daar vanmiddag al uitgebreid bij geweest zijn, nu in samenvatting die 203 kilometers van de amateurs. 120 renners gingen van start voor het nationaal amateurkampioenschap op de weg over een afstand van ruim 200 kilometer, waarin 29 keer de slingerberg moest worden beklommen, hetgeen neerkwam op maar liefst 35 kilometer klimmen. Een selectief parcours dat al vele jaren voor het nationaal kampioenschap wordt gebruikt. Veel favorieten, maar uiteindelijk blijven er 30 kilometer voor de streep vier sterke mannen over. En bij die vier vandaan demareert Frank Kersten. Drie man kijken dan even wat ze gaan doen. Kersten natuurlijk uit op eerherstel, uit zijn sponsorploeg gezet naar de ruzie in Olympia's ronde. Wil graag, rijdend nu in zijn clubtricot, een daad neerzetten. Maar als die drie man zich hebben hervonden, gaan ze in de aanval terug. Ze pakken Kersten ook weer en hij moet zijn inspanningen bekopen. Hij wordt gelost, drop en erover. Zo gold dat voor die drie man. Johannes Draaier, Arjan Jacht en Tom Cordes. Zij gaan dan met z'n drieën door en gedrieën ook gaan ze de laatste ronde in. Dat is natuurlijk een ongelooflijk sterk trio. Jacht, Draaier en Cordes. Het zijn mannen van naam in de amateursport. Ze hebben allemaal grote overwinningen geboekt, ook dit seizoen. En dat belooft een bijzonder spectaculaire finale te worden. Bij het ingaan van die laatste ronde meteen een demarrage van Johannes Draaier. Hij komt uit het Friese Sondel, heeft naam gemaakt dit seizoen door twee etappes maar liefst te winnen in de vredeskoers. En hij probeert het, 7 kilometer voor de finish. Jacht reageerde, Cordes moest even een gaatje dichten, maar ook hij komt weer bij. Cordes, ooit wereldkampioen bij de junioren. En ook een man die het bij de amateurs meer dan voortreffelijk doet. In de laatste klim van die slingerberg op weg naar de finish toe, opnieuw een demarrage van Johannes Draaier. Jacht gaat mee in het wiel. Cordes kan niet meer. Hij moet lossen. Hij krijgt uiteindelijk het brons in dit kampioenschap. Met z'n tweeën moeten ze het dan uitvechten. Draaier en Jacht. Jacht, de nummer 2 van het wereldkampioenschap vorig jaar. En onlangs nog tweevoudig ritwinnaar in de ronde van Joegoslavië. Hij is bekend om zijn snelle aankomst. Hij is een goede sprinter. Maar Draaier is sterk. En wie heeft de meeste macht na 200 kilometer? Jacht gaat aan. Vrij vroeg. Hij probeert te demareren, sprint ook weg van Draaier en lijkt dan regelrecht af te gaan op het nationaal kampioenschap. Maar dan Draaier. Hij komt terug, heeft het ritme gepakt. Het gaatje is 3-4 meter geweest en dan. Hij komt ernaast en is dat genoeg? Jawel, op de streep pakt Draaier de nationale titel. Hij krijgt het goud, het zilver is voor Arjan Jacht. Frits Schuur is blij de ploegleider en dan nog even kijken naar die prachtige aankomst van deze twee sterke amateurs. Jacht, die een beetje te vroeg de sprint heeft aangezet, wordt dan toch vlak voor de streep nog teruggepakt door Johannes Draaier, die daarmee de terechte Nederlandse kampioen wordt. En dit is Draaier en dit is bij de amateurs het loon van de winnaar. Mieke Havik won het kampioenschap bij de dames. Ze had op de streep 3 seconden voorsprong op Jolanda Kools en 1 minuut op het peloton. Hij wil via een kort geding deelname aan de Tour de France afdwingen. Vanochtend voor de start van het Nederlands kampioenschap vroegen we hem hoe het ervoor stond. De ontwikkeling is volg. We hebben gisteren besloten om daarmee te stoppen. Omdat het geen zin heeft om naar een ronde van Frankrijk te gaan met een ploeg waarin je niet welkom bent. En het is zo'n zwaar evenement, omdat het dan voor mij onmogelijk is om daar optimaal te functioneren. Hoe pijnlijk dit ook is voor mij. Dus de Tour vertrekt zonder Henny Kuiper? Ik heb me nu neergelegd bij de beslissing van mijn sponsors. Maar dat houdt niet in dat ik alsnog graag naar de Tour zou gaan. Maar wanneer hun, dus ook de argumenten die aangevoerd worden, dat ik, wat jij net ook zei, en dat vind ik voor mij verschrikkelijk, dat ik te oud zou zijn en het niet meer zou aankunnen en tegen mezelf in bescherming nemen. Ik weet toch voor mezelf best hoe ik me voel en hoe ik ben. En als je dan, ik ga misschien 10 keer per jaar naar een sportdokter waar ik al 12 jaar kom, op onderzoek of mijn bloed goed is, of ik echt goed in orde ben. En dat was, na de Giro heb ik dat ook weer gedaan, alles functioneerde prima. En ja, maar zij zeggen, als ik even mag onderbreken, zij zeggen, hij heeft in de Ronde van Italië, 44ste in het eindklassement, niet zoveel laten zien. Nou, dat klopt ook, maar er is ook altijd geroepen dat het voorbereiding op de Tour was. En als ik een rit had kunnen winnen, had ik het zeker wel gedaan. Maar dat kon ik op dat moment ook niet. Maar als je dan kijkt, wie wint er wel een rit? En Giro is een moeilijke wedstrijd om etappen te winnen. Dan ga ik niet naar onze ploeg kijken, maar een grote ploeg als
Toshiba, de ploeg van Greg LeMond, die winnen maar één rit net op het laatst. Ik moet het toch aan de orde stellen. Het is misschien een beetje onaangenaam, maar ik kom toch terug op een leeftijd, 38 jaar. Je bent een hele grote coureur geweest, een van de grootste, een coryfee van na de oorlog. Is het niet een kwestie van te lang doorgaan? Nou, waarom? Ik vind, ik sta nog 25e misschien in een super prestige per nood. Dat is wereldkampioenschap op punten op dit moment. Dus dat is een klassement dat wordt bijgehouden over de grootste wedstrijden. Dus dat is toch een indicatie. Verder ben ik, als ik dat bekijk, als je dan over een selectie voor de Tour praat, ben ik bijna in alle grote wedstrijden de beste van de ploeg geweest. Ook in etappekoers, in eendagswedstrijden. Dit is voor mij als een donderslag bij helder hemel gekomen. En ze hebben me echt op mijn ziel getrapt. En als je zegt 38 jaar, maar ik voel toch zelf het beste hoe ik ben. En ik weet best dat ik niet die gele trui meer win in Parijs. Maar als ik nog zoveel van mijn stijl hou, dat ik dat graag doe. En wanneer ik overtuigd ben, en met mij ook de ploeg in het begin. Want anders hadden ze gezegd, dan hadden ze in het begin moeten zeggen. Hennie, luister eens, hier zou je dat wel doen. Of ik denk dat het niet meer gaat. Of laten we dat laten afhangen van hoe je in de Giro rijdt. Maar er is altijd gezegd. 2 maanden geleden heeft er al een voorselectie in de krant gestaan van 7 coureurs die zeker zouden gaan. Daar was ik ook bij. En geen haar op mijn hoofd die daarover dacht dat ik eventueel niet zou gaan. De best presterende Nederlandse renner van de laatste week was Peter Winne. Hij reed zich compleet leeg in de Ronde van Zwitserland. Werd 2e op 1 seconde achter winnaar Andrew Hampstead. Won zelfs een bergetappe, maar doet niet mee aan de Ronde van Frankrijk die woensdag aanstaande van start gaat. Waarom niet, Peter Winne? Ja, het is mijn eigen keuze. Om niet naar de Tour te gaan. Of mijn eigen keuze. En ik heb al niet de baan gedrongen om per se geselecteerd te worden voor die Tour de France. En dat heeft natuurlijk zijn redenen. En, Nou, die willen we dan weten, hè, die redenen. Ja, zoals je misschien weet, ben ik 3 jaar verschrikkelijk aan de sukkel geweest. Met mijn gezondheid en vooral problemen met mijn onderrug gehad. En dat is afgelopen winter is dat verholpen eigenlijk. Dus er is geweldige verbetering gekomen. En, ik denk dat ik eerst een iets wat lichter programma nodig heb om weer terug op niveau te komen. En dan kijken we de andere jaren gewoon verder. Ronde van Italië, Zwitserland. We hebben alsmaar renners gezien die tussen sneeuwwallen omhoog klommen. Dat is toch niet licht? Nee, het is niet licht. Maar kijk, Tour de France, dat is echt een aanslag op je gestel. In de Tour de France ga je ook nog eens een keertje helemaal onderuit. Als het een beetje tegen zit. En in de Tour rij je met 230 man op weggetjes die er eigenlijk niet voor bestemd zijn. En een ronde van Italië, dat is een prachtige ronde voor een wielrenner. Het is goed verzorgd. Je zit op een parcours waar je makkelijk met 200 man over kunt. Het is een ontspannende manier van koersen. En ik vond dat gewoon veel beter in mijn programma paste van dit jaar. Als de renners nu straks naar Alpe d'Huez klimmen, waar zit jij dan? Wat doe je dan? Ja, volgens mij lig ik ergens op het strand. ik geloof dat ik dan op vakantie ben in die tijd. Kijk, dat is tegen het einde van de Tour. Dat is toch wel wennen hoor. Je hebt 2 keer gewonnen op Alpe d'Huez, 1 keer op Morzin. Ja, kijk, dat zijn dingen die vergeet ik toch ook niet. Maar ik ben er ook niet aan verslaafd, om zo te zeggen. Kijk, ik heb gewoon mijn keuze gemaakt. En ik denk dat ik een goede keuze gemaakt heb. En daar is voor mij de kous mee af. En ik heb op het moment ook niet de behoefte om echt naar die Tour te gaan. Kijk, ik heb onderhand al 5, 6 weken onafgebroken op die fiets gezeten. Dus. Overal in West-Europa worden vandaag de nationale kampioenschappen wielrennen voor professionals gehouden. In Nederland is dat ook zo. Om 12 uur vanmorgen starten de profs in het winderige Limburg. De eerste 3 uur kunnen wij in de komende 5 minuten samenvatten. Hier komen. 63 renners vanochtend aan de start, waaronder Hennie Kuiper en Peter Winne. Het was winderig vanochtend, inmiddels is die wind gaan liggen. Ik zei het u, 63 profs. We hebben 2 grote kampen, die van Gispers en die van Raas. De ploeg van Post is niet zo groot. Een eenling, zoals Johan Lammerts, die in Frankrijk zijn geld verdient. Hier is Hennie Kuiper. De Belgische ploeg is uitermate goed besproken. Erik Breukink aan het vertrek na een tijdje vakantie. En daar is Joop. Hij is er ook weer bij. De Kneet rijdt nog altijd mee in het peloton. Zal ook weer naar Frankrijk afgeschoten worden.
Johan van der Velde, die vandaag steun moet zoeken, maar ja, bij weet ik niet. Ali van der Poel is daar, als kanshebber toch ook. Hij moet eens een keer wat moois doen. Teun van Vliet, er zijn er die op hem gespeeld hebben vandaag. En Henk Lubberding, de wegkaptein van de ploeg van Post. Dat zijn de mannen die we in de eerste doorkomsten zien. We rijden rondjes van zo'n 10 minuten 50 tot 11 minuten. Dat is normaal voor de profs. Op het circuit dat wij kennen, 31 ronden worden er afgelegd, plus nog 5 kilometer. Zo komen we aan een totaal van 225 kilometer vandaag voor de profs door het Limburgse land. Het zou wel eens een prestigestrijd kunnen worden tussen aan de ene kant de ploeg Post, niet massaal vertegenwoordigd, maar dan toch wel hier als we met de kopgroep in aanraking komen. De kopgroep die geformeerd wordt na 3 ronden en die op dit moment nog steeds voorop rijdt. Ik geef u de namen. Marcel Arns, die in Spaanse dienst reist. Peter Harings van de ploeg Post. Henny Kuiper zit in de kopgroep. Dan is er Frans Maassen, de Limburger van de ploeg Raas. Adrie van der Poel van de ploeg Gisbers. Twan Poels, die de man was die begon. En daar is het peloton onder leiding van de jonge Piraar, die inmiddels op achterstand rondrijdt. In die kopgroep dan verder nog Theo de Rooij. Martin Schalkers, een onbekende jongen. Gerrit Solleveld van de ploeg Raas, Gert-Jan Teunissen van de ploeg Gisbers en Jan van Wijk weer van de ploeg Post. Daar gaat het peloton dat al snel een achterstand had van 3,5 minuut. Dat was bij de 9e passage. En dan zal ik u proberen te schilderen hoe het verschil snel opliep na een zeer voordelige voorsprong, terwijl wij heel goed naar Frans Maassen kunnen kijken, de Limburger. Het was 3 minuut 34. Gert-Jan Teunissen. Het is op dit moment 6 minuut 13. Dat is een merkwaardige procedure die we van de profs nu zien. Over het algemeen gaan er een paar jongens van tussen bij het begin van het kampioenschap. Maar nu al, met Theo de Rooij in beeld, hebben we het feit dat deze 11 man meer dan een half rondje op kop liggen ten opzichte van het grote peloton. Dat is een heel vreemd iets. Als ze dus doorrijden, kunnen ze ze misschien gaan dubbelen, maar het peloton zal daar op gaan letten. Die samenstelling van die groep nog even, terwijl wij achteraan Marcel Arns zien rijden, de man met nummer 3. Die samenstelling van die kopgroep is toch interessant. Kuiper wil revanche. Hier komt het peloton aan. Vrij rustig, vrij breed. Men weet de achterstand. Kneteman is bij de eerste te vinden. En de groene mannen zijn van Raas. Kuiper zit er dus bij, Van der Poel zit erbij. Dat zijn mannen die je echt in de gaten moet houden. Voorsprong meer dan 6 minuten voor de 11 voorop. Het peloton peddelt door. Van Vliet aan de leiding, Lammertink door uw beeld, de grote Piraar door uw beeld en weer terug bij de kopgroep. Daar waar we dus Kuiper weten die erop gebrand is om een prestatie neer te zetten. Maar daar waar we bijvoorbeeld ook Adrie van der Poel al in zien. Daar moet je voor opletten. Solleveld is een klepper, teuniger. Nou, die kopgroep heeft nog steeds die ruime voorsprong. We zitten op zo'n 2 uurtjes koersen, zelfs minder, van het einde. En de 11 koplopers, je ziet het hier in beeld, nog 12 ronden of 85 kilometer. En de 11 koplopers die lopen steeds verder weg. Bij de laatste doorkomst die we hier gemeten hebben, was het verschil al boven de 8 minuten opgelopen. 8 minuten en 3 seconden om precies te zijn. De kopgroep waarnaar u kijkt en waarvan u de samenstelling kent. Marcel Arns, Peter Harings, Henny Kuiper, Frans Maassen, Adrie van der Poel, Twan Poels, Theo de Rooij, Martin Schalkers, Gerrit Solleveld, Gert-Jan Teunissen en Jan van Wijk. Die dreigt en dat is nu wat de mensen hier zeer bezighoudt en ook de jury. Die dreigt dit peloton dat u hier ziet en dat breed over de weg waait, dreigt dus op een ronde achterstand te zetten. En wat gaat er dan gebeuren? Links Peter Stevenhagen. Het gaat nog allemaal heel rustig. Mathieu Hermans daar in het voorste lid. Daar zitten nog de favorieten in. Erik Breukink, Gerry Kneteman, Jos Lammertink, die zijn titel verdedigt. Nijdam, de man in vorm. Steven Rooks, die een etappe won in Zwitserland. Stevenhagen, zag u, Van der Velde, Verhoeven, Teun van Vliet winnen en Zoetemelk. Die hebben dus nog
geen pedaaltreden extra gedaan. En de vraag is, wat gaat er gebeuren als dit peloton dat tijdens de klim elke ronde wordt uitgefloten door het publiek, dat steeds ongeduldiger wordt. Wat gaat er gebeuren als dit peloton door de 11 koplopers op een ronde achterstand wordt gezet? Er is druk overleg tussen de jury en de wedstrijdleiding. Men heeft nog geen beslissing durven te nemen. Maar als u weet dat hier de rondetijden zo tussen de 11 minuten en 11 minuten 20 bedragen en de achterstand al, zoals ik zei, rond 8 minuten is, dan begrijpt u dat met nog 2 minuten meer achterstand het peloton door de koplopers in de rug wordt gezien op de klim. En wat dan gebeurt, of de complete chaos, of dat er dan een van de favorieten, we zijn hier bij de kopgroep, een van de favorieten of meerdere dan wel tot actie overgaan. U keek naar Schalkers, met rug nummer 52. Hier rijdt Jantje van Wijk en hier is Gert-Jan Teunissen, die zoveel lijkt op Lubberding. Dan hier Peter Harings, die ook een van de eerste was die er vandoor is gegaan. Die is hier trouwens 2 jaar geleden kampioen van Nederland bij de amateurs geworden. Theo de Rooij zag u en Adrie van der Poel, die misschien vandaag een wat mislukt seizoen tot nog toe kan goedmaken. En dan met het rug nummer 3 is Marcel Arns, een vreemde etende bijt. En daar rechts met rug nummer 55 Gerrit Zolleveld, de winnaar van de Ronde van de Middellandse Zee. Een sterke man die zich tot nog toe eigenlijk niet veel bemoeid heeft met het tempo maken. Hoewel er in de kopgroep van 11 heel goed wordt samengewerkt. Op de klim dus de kopgroep, terwijl eigenlijk het peloton daar ook nog aanwezig is, of pas eroverheen is. Er zijn nu al 8 minuten en 7 seconden verlopen sinds de kopgroep gepasseerd is. En wij hebben nog geen peloton in zicht. Dus de vrees van de jury en de wedstrijdleiding en het ongenoegen van het publiek, dat neemt hand over hand toe. U kijkt naar de 11 leiders. En daar pas, buiten uw beeld, komt het peloton hier op de finish aan. Hier dan, het peloton. 8 minuten 32 seconden. 8 minuten 32 seconden achterstand voor deze groep die hier voorbij flitst. En dat is nogal wat. 8,5 minuut. En wedstrijdleider Wim Jeremiersen die staat hier op straat te kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Hier gaat Adrie van der Poel in de kopgroep, Zolleveld. Kortom, die mannen met Teunissen in het laatste wiel, die wisselen elkaar regelmatig af. Zij maken de koers tot nog toe een koers waarin dus de grote favorieten tot nog toe verstoken zijn gebleven in een peloton. Een peloton dat steeds meer terrein verliest, 8,5 minuut. En de rondetijd was 11 minuten en 5 seconden. En dat is eigenlijk de spanning hier met Twan Poels in beeld in Geulen. We komen straks bij u terug. Terug nu naar Broken. Dit is de eerste groep die eruit wegrijdt. Rooks, Wijnands, Breuking, Van Passel, Verhoeven, Jan Simons en Jantje Bogaerts. Dat zijn 7 man die weg zijn. Die konden het niet langer aanzien. En dan hier een grote groep met Teun van Vliet en Maarten Ducro. Al pratend met Gerard Veldscholten daar ook nog bij. Met Lubberding en Winnen. Die rijden een goede 30 seconden daar weer achter. En dan hebben we 2 groepen gehad die gelost zijn. Op achterstand al. En dan komen we hier bij de groep Jelle Nijdam, Gerry Kneteman. Hier links Frits Piraar, Joop Zoetemelk zit daarbij. En Van Katwijk. En die mannen die rijden op een te grote achterstand. En die zouden een gevaar kunnen vormen voor de koers. Want de kopgroep komt eraan. Vandaar dat er besloten wordt dat deze mannen, en dat zijn er nogal wat, uit koers gaan. Dat ziet u op dit moment. Bert Oosterbos kijkt achterom. Deze groep van een dikke 20 man worden uit koers genomen om, laat ik zeggen, de rest van de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Hier kijken ze achterom. Wat is de beslissing van de jury? Uit koers. Daar zijn we bij de kampioen van verleden jaar, Jos Lammertink. Hij ziet het gebeuren. Hij moet stoppen. Bert Oosterbos stopt. Ze kunnen omdraaien. Joop Zoetemelk stopt. En dan is het wachten op de kopgroep die langskomt. Daar gaat de man uit Frankrijk. Kijk nog even naar het toneel dat zich afspeelt. Hier is de grote bocht waar zo direct de kopgroep moet komen. 30 profs uit koers genomen omdat de kopgroep eraan komt. Stoppen, dat weten ze allemaal. Het is gebeurd. Oosterbos kijkt.
Nijdam kijkt, de kopgroep gaat door. De kopgroep nog voor 7,5 minuten zich doorzet. Want de 7 achtervolgers zijn genaderd tot zo'n 6 minuten. Dat was in de vorige ronde, terwijl u kijkt naar de kopgroep. De kopgroep van 11, die na 25 kilometer al afstand nam. En nog altijd een royale voorsprong heeft. Maar de 7 achtervolgers met Rooks, Wijnands, Van Passel, Breukink, Simons, Verhoeven en Bogers, die naderen ziende ogen. En als straks mogelijk een aansluiting tot stand komt, dan kan het hier nog heel interessant worden. Omdat dan een paar van de favorieten, terwijl ik kijk naar Henny Kuiper in de kopgroep, de man natuurlijk die gemotiveerd is, een paar favorieten toch zich iets hebben aangetrokken van de kritiek van het publiek. 25.000 man. Demarrage dus van Kuiper, die al een paar keer geprobeerd heeft. En die Kuiper, de man zoals ik zei die gemotiveerd is en die echt hier iets van dit kampioenschap wil maken. De rest reageert nog niet. Die wachten nog even rustig af met Theo de Rooij hier. Er wordt nog even wat gepraat. En Kuiper dus even weg. De man die natuurlijk zijn niet-aanduiding voor de Ronde van Frankrijk een beetje wil wreken. Een beetje, zeer veel zelfs. Er wordt nog gedronken en er wordt dus gepraat met Twan Poels, met rugnummer 47. Met Schalkers, Van der Poel natuurlijk. Dat zijn de mannen die al zo lang aan de leiding rijden. Voorop rijdt Arns met rugnummer 3. Met 55 is Gerrit Zolleveld, die tot nog toe, wat ik heb kunnen waarnemen, zeer spaarzaam heeft gereden. Nou, er zijn nog wel wat mannen in die wat straks op die helling kunnen gaan uithalen. En die Kuiper. Arend steeds in laatste positie, hier de Rooij. We gaan dus weer kijken naar de achtervolgers die tot 5 minuten en 17 seconden hier bij de finish passeerden. 5 minuten en 17 seconden achterstand voor de 7 achtervolgers. Dat betekent dat deze kopgroep toch straks gevaar gaat lopen om achterhaald te worden. Als dat zo is, krijgen we dus 11 plus 7 is 18 man op kop, maar zover is het natuurlijk nog niet. We zien hier in laatste positie Schalkers, een van de eenlingen. Er zijn 3 eenlingen in de kopgroep, Henny Kuiper, Martin Schalkers en Arends. Nico Verhoeven heeft inmiddels bij de achtervolgers moeten lossen. We hebben dus nog 6 achtervolgers. Verhoeven die het al een paar ronden moeilijk had, vooral in de klim van de Slingerberg. Er is dus nog zo'n 45 kilometer te rijden voor deze kopgroep en iets meer voor de 6 achtervolgers. En het is altijd maar Kuiper. Kampioenschap van Nederland voor de beroepsrenners die op zo'n 42 kilometer van de aankomst rijden. En daarachter dus de achtervolgende groep van 6. Met Rooks, met Wijnands, Van Passel, Breukink, Simons en Johnny Bogers. En daartussen zwermen nog dus onder meer Henny Kuiper, Maassen, Arnst en Schalkers. Ja, 1 demarrage heeft toch al de kopgroep gespleten. Dat betekent toch dat de omloop hier, en dat hebben we gisteren ook al gezien bij de amateurs, selectief is. De wind waait nog steeds vrij behoorlijk over het parcours. En het is toch, alles bij elkaar, 38,4 kilometer klimmen. Dat is ongeveer de lengte van de Tourmalet. We zijn nu aan de overkant van het parcours. Als de renners hier weer voorbij komen, is er nog zo'n 6 ronden te rijden. Het is dus ontzettend druk, dat hebt u wel gezien op de helling. Hier wat minder. Maar er zijn dus meer dan 25.000 mensen
volgens een opgave van de organisatie. Harings kijkt om. Dit zijn dus de mannen die op dit moment aan de leiding gaan in het kampioenschap voor de beroepsrenners. Vijf daarachter, dan weer zes. De koers is nog volledig open. De achtervolgers naderen. En wij wachten met spanning af op de ontknoping hier in Geulen. Maar we gaan voorlopig even terug. Dus achterblijven onder andere de dappere Henny Kuiper, Marcel Arns, Maassen en Schalkers. En die zitten nu tussen eigenlijk de kopgroep die u hier in beeld heeft. En de groep met Breukink, met Rooks. Twee mannen waar op gelet moet worden. Met Bogers, Simons, Adje Wijnands en Van Passen. En u ziet hoe royaal en hoe talrijk het publiek is opgekomen hier in Geulen. Van der Poel, die zijn krachten niet spaart. En demarrage van een van de gelosten, en dat was Maassen. Kijk, en Kuiper die rijdt daar met Arns en Schalkers. Dat zijn dus de gelosten die daarnet bij de kopgroep moesten afhaken. De kopgroep die is alweer 9 minuten en 10 seconden gepasseerd. Hier komt Maassen met Kuiper. Kuiper die veel werk heeft gedaan hier in het kampioenschap. En die nu de tol daarvan moet betalen. Hij zei daar straks, terwijl we terug zijn bij de kopgroep, hij zei daar straks, ja, ze hebben door die niet-aanwijzing voor de Tour de France mijn moreel gekraakt. En eigenlijk had hij niet zoveel zin erin vandaag. Maar toen hij dat publiek zag, 25.000 man en meer, toen heeft hij zich toch zelf opgeladen om toch een rol van betekenis te spelen. De kopgroep dus van zes. En mooi is dat. De drie grote Nederlandse ploegen zijn hier partgewijze met telkens twee mensen in vertegenwoordigd. Harings en De Rooij voor de ploeg van Post, Van der Poel en Gert-Jan Teunissen voor de ploeg van Gisbes. En voor de ploeg van Jan Raas, Twan Poels en Gerrit Solleveld. Dus 3x2, wat wil je nog meer? We gaan dus kijken naar de doorkomst. In rondetijd van 10 minuten en 17 seconden. Er is dus nog 35 kilometer af te leggen, oftewel 5 ronden. En intussen letten wij dus op onze chronometer naar de achterstand van het groepje met Maassen, Arns, Schalkers en Kuiper. En vooral met het zestal dat uit de achtergrond moet ik zeggen aanstormt onder leiding van Breuken. Hier zijn dus de mannen die gelost zijn. Het groepje van Kuiper. Die zitten nu al op 40 seconden terwijl ik ze hier live het parcours afkijkend nog niet in zicht heb, dus die zitten al op een minuut. Dat betekent dat het vooraan hard gaat. Zeer hard. Zo lang op kop gereden en dan toch in de finale eraf gereden. Maar dat kan gebeuren. Kuiper passeert hier met zijn maten op een achterstand van 1 minuut en 1 seconde. En wij keren terug met u in beeld naar de kop. Intussen worden steeds meer renners uit de koers genomen. Ik denk dat we met minder dan 20 gaan finishen hier. 63 gestart. Er zijn ongeveer 73 licenties in Nederland afgegeven voor beroepswielrenners. 63 gestart. En minder dan 20, naar mijn inschatting, aan de finish straks. Wordt op het kantje gezet. Kijk eens. Achterblijven Teunissen. Achterblijft Twan Poels. En we zien dat hier Theo de Rooij met Van der Poel en Gerrit Solleveld hier voorop rijden. Van der Poel zoekt nog iets uit zijn etenszakje en dat was een nieuwe voorraad vocht, want het is hier benauwd. De wind is wat gaan liggen nu. En kijk eens, kopgroep is uit 2x3 uiteengevallen. Poels is achtergebleven.
En voorop rijdt Van der Poel. Dan Gerrit Zonneveld. En de derde man. Theo de Rooy. Die, dat was ik aan het vertellen, in de eerste etappe van de Ronde van Italië gevallen is. En hij kwam op zijn stuitje terecht. En hij kon dus 3 weken lang in Italië niet meer in het zadel zitten. En op een avond heeft hij dat verteld tegen de dokter van de Toshiba-ploeg, de Franse Toshiba-ploeg van Le Monde. En die heeft zijn rug gekraakt. En toen ging het weer ineens de laatste dagen beter met Theo de Rooy. En vandaar dat hij misschien nu herboren zich handhaaft in deze kopgroep. Maar het is Van der Poel die de forsing doet. Zonneveld. De Rooy. Hier komt het groepje met Erik Breuking. Vorige doorkomst was het 4 minuten 55. En wat jammer, de achterstand loopt op naar 5 minuten 24. Het groepje dus met Breuking heeft ongeveer een halve minuut verloren. Wij zijn terug bij Zonneveld, De Rooy en Van der Poel. Kijk eens, de drie anderen, Poel, Steunissen en Arings, die hebben al honderden meters achterstand opgelopen. Dus even recapituleren, 3 man op kop, Van der Poel, Zonneveld, De Rooy. 3 man daarachter, Twan Poels, Gert-Jan Teunissen en Peter Harings. 4 man daarachter met Arends, Schalkers, Maassen en Kuiper. En daarachter weer het groepje met Rooks en met Breuking. Dat is de situatie. De achtervolgers. Peter Harings, Twan Poels, Gert-Jan Teunissen. Teunissen die een voortreffelijke ronde van Spanje reed, maar toen opeens een voorhoofdholteontsteking kreeg en moest afstappen. Hij is overgegaan van de ploeg van Post naar de ploeg van Gispers. Kijk eens, de renners wordt hier het achtervolgende groepje. De renners wordt slechts een smal pad gelaten. Teunissen op kop dus. We gaan dus weer naar de kopgroep. We hebben op dit moment het steile gedeelte verlaten met de 3 koplopers. De 3 mannen aan de leiding komen hier voor de 28e passage zich zo aanstonds melden. Dan is er op de streep 196,7 kilometer afgelegd. En even bijpraten met Jan Gispers over de situatie in de koers door Van der Poel. De groep met Henny Kuiper, dat is dus de 3e groep in de wedstrijd. En hierachter rijdt dus nog het groepje met Breuking en Steven Roos. En had je weinig. Ja, nu gaan de kilometers tellen. Ik zei al, op de streep, bijna 200 kilometer afgelegd. Het groepje met Henny Kuiper in de klim. En hier komt de kopgroep van 3 in de laatste meters van de 28e passage. Rondetijd 10 minuten en 13 seconden. Nog 28 kilometer. U ziet het, 28,4 op 4 ronden. Nou, als de ontwikkeling zich zo doorzet, dan hebben die 3 een kans om het uit te maken wie straks goud, zilver of brons krijgt. 35 seconden verstreken. Harings op kop. Poel. Op 38 seconden. Poel, Teunissen en Harings. 38 seconden achterstand. Ja. Peter Bos gaat even aan Theo de Rooy vertellen wat hij allemaal doen en vooral wat hij laten moet. En meteen wordt daarvoor heel goed doorgereden hoor. En het kost toch kracht voor de Rooy om weer even aan het wiel te komen.
Ja, in die finale moet je uitkijken natuurlijk. Dan gaat elke meter tellen. We hebben het gisteren gezien met Johannes Draaier en Arjan Jacht. Als deze drie bij elkaar blijven, dan is het echt koffiedik kijken wie dat gaat winnen. Ik zou haast zeggen dat Van der Poel, dat getuigt ook zijn manier van koersen, de fitste is van de drie. Nou, we willen even kijken naar de drie koplopers. Arie Van der Poel ziet er nog bijzonder goed uit. Theo de Rooij, dat is uitstekende doel vandaag. En hij kijkt brutaal het parcours af. Monstert die achter hem rijdt en draait nog een vrij kleine versnelling. Was op Wieder ging demareren. Van der Poel, Solleveld, de Rooij. De Rooij kijkt, Solleveld kijkt en Van der Poel gaat op de trappen staan. Die lange katachtige beweging, zal hij het durven, ja of nee? Dat is de vraag. Hij heeft het beste gegeven. Daar is hij weg. Tik, 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 tik. Hij is weg. De Rooij blijft achter, Solleveld blijft achter. Gat 10 meter, 15 meter. Van der Poel gaat door en is die los of niet? Doorstampend, kijkend, de Rooij en Solleveld. Wat doen ze? Erachteraan rijden, verbeteren, schakelen van de Rooij. Solleveld kan nauwelijks aanpikken. Dit was een minuut of 7 geleden. Wij vragen aan Jean Nelissen hoe het nu is. Jean? Situatie ongewijzigd, maar Adrie van der Poel heeft zijn twee metgezellen, de Rooij en Solleveld, naar het uitziet definitief losgereden. Hij kwam hier door. Met 15 seconden voorsprong, maar mij lijkt dat die voorsprong inmiddels is aangegroeid tot zo'n halve minuut. Dus Adrie van der Poel op weg naar mogelijk Nederland. De man die zijn voorseizoen in het water zag vallen door allerlei omstandigheden, die alleen in de Ronde van Vlaanderen meekwam en die ook zei: ik wil graag naar de Ronde van Frankrijk om daar iets goed te maken. Deze man kwam op kop te rijden in de finale. Hij wint, glorieus, makkelijk. En sterk. 1 nationaal kampioen, Adrie van der Poel uit Hogerheide. En dan wordt er gesprint om de tweede plaats. Solleveld wacht af, passeert dan Theo de Rooij die onder de hekken zit. En wij vragen aan Van der Poel, heb je er steeds in geloofd? Ja, ik heb er eigenlijk altijd wel in geloofd. Hè. En dan vooral de plaats met die drie. En toen ben ik twee keer keihard Slingerberg opgereden. Ja, op een gegeven moment dacht ik dat het nog te ver was, alleen drie rondjes. Maar ja, ik pakte vrij snel 30 seconden, een minuut. En dan begon ik gewoon in te geloven. En de laatste ronde kon ik zeggen dat het meer dan anderhalf minuut was. En toen heb ik eigenlijk op reserve naar de klim gereden. De klim flink doorgereden tot aan de streep toe.